Wat een ongelofelijke wedstrijd. Je moet het me toch eens uitleggen wat hier gebeurd is vanavond. Ja, ik denk dat ik het zelf ook nog niet echt weet. En allemaal niet. Maar oké, in de eerste helft was het totaal niet goed. En dat je 5 doelpunten thuis ligt, dat kan niet. Te veel fouten en dat wordt afgestraft vandaag. En het is toch een ontgoocheling. Ja. Ja, dat zal wel een ontgoocheling. Jij begon aan de zijkant en ging later in de wedstrijd naar het centrum. Wat was de bedoeling eigenlijk? Ja, niets. Ik heb nog links vooraan gespeeld, nu rechts vooraan. Dus op zich maakt dat niet uit. En vandaag zit de trainer mij rechts voor en ik heb mijn best geprobeerd te doen. En oké, ja. Meer kon ik misschien niet doen. Al die goals slikken, dat moet mentaal wel zwaar aankomen. Dat is toch een serieuze opdoffer? Ja, ik denk het wel. Ja, je 5 doelpunten inkrijgt in één match. Dus, sowieso zwaar, maar beter nu dan over 2 weken. En ik denk dat we nu moeten leren uit die fouten en meepakken naar de komende weken toe, want dat is toch belangrijk. De finale is nu wel een zekerheid, maar daar ging je eigenlijk ook wel van uit, hè? De finale? Ah ja, oké. Okay, nee, dat denk ik niet. We hebben nog altijd mathematisch kans. Allee, voor vandaag. Maar nu niet meer, dus... als we die match gingen winnen of gewoon hadden, was er nog altijd kans. Ik bedoel... Het is een rare competitie, maar oké, nu op naar de finale. Vincent, een vraag. Wat onthoud jij uit deze wedstrijd? Maar goed, ik onthoud dat we de tweede helft getoond hebben dat we willen winnen. Dat we ons volledig teruggeknokt hebben in de wedstrijd na een schaamtevolle, een schaamteloze eerste helft. Waarin we echt in de spiegel moeten kijken en moeten beseffen dat op die manier dat het niet lukt. Dat hebben we beseft. We keren de wedstrijd om. En eigenlijk op het moment dat je 3-3 maakt, denk je dat je er nog overheen komt. En dan valt de 4-3 van Thomas en dan is de wedstrijd over. Dit Leuven slikt toch veel te veel goals, zeker in de tweede periode. Ja, goed, maar dat is een constante nu in de tweede periode, dat we inderdaad te veel doelpunten hebben geslikt. Maar bon, we moeten de analyse maken, we moeten beter doen, maar vooral beseffen dat de manier waarop we zonder strijd in het tweede deel van de eerste helft gespeeld hebben, dat gewoon niet lukt voor ons. We moeten heel erg bescheiden zijn en terug in de spiegel kijken. En goed, dit is het best mogelijke moment op 2 weken van de finale om die les te leren. Tegen een Union dat jullie misschien ook niet zo goed ligt. Jullie hebben het altijd lastig tegen Union. Hè? Nee, dat klopt. Maar goed, het is een team wat veel slikt aan de ene kant en veel creëert aan de andere kant. Het is altijd zo geweest. Altijd veel chaos in die wedstrijden. Maar als je onze tweede helft vergelijkt met de eerste helft, is er gewoon een veel te groot verschil. Ik ben ervan overtuigd dat wij dit team aankunnen als we maar allemaal op niveau zijn. De finale is nu een zekerheid. Zo'n opdoffer vlak voor die finale, dat is psychologisch toch wel lastig, neem ik aan. Dat is het beste wat ons kon gebeuren op dit moment. Hoe bereid je nu die wedstrijd van volgende week tegen Virton voor? Maar goed, het is nog te kort na deze wedstrijd om dat te zeggen. Maar het is duidelijk dat wij nu vol richting finale gaan en de beslissingen zullen nemen die de beste zijn richting de finale. En deze wedstrijd beschouwen we als een wake-up call. Inderdaad.